de Jong van Frisian Motors. Dit is wel een treinoudertje. Ja, dit... Vertel eens, wat doet Frisian Motors, Theo? Nou, wij zijn in een klein bezig. Ja. Wij hebben elektrische treinoudertjes, ook deels zelf ontwikkeld. Alleen, ja, die gaan 60 km per uur. Dus ja, dan heb je met een Volvo V70 nog wel een ander kaliber. Ja. Maar het gevoel is hetzelfde. Elektrisch rijden is, zodra je het passé van een golfkar voorbij bent, dan heeft het allemaal hetzelfde gevoel. Ja. Ja, ja. Dus dat is niet anders. En waarom ben je dat begonnen, Frisian Motors? Nou, eigenlijk ook wel een beetje uit de gedachte van duurzaamheid. En als elektronicus ook gewoon uit van een hobby. En eigenlijk met de Mats, dat ik boelcontact heb in Azië, heb ik eigenlijk de goede wegen gevonden in een hele korte tijd. En ja, eigenlijk een leuk product. Simpele producten die ja. betaalbaar zijn. Dat was onze visie van ons. Simpele producten die betaalbaar, die iedereen herkent. Hè? Dat net zo met zo'n gezondheid. Dat is een super simpel product, maar men herkent het. Ja. Men snapt ook meteen, als het elektrisch is, dat het een stuk voordeel heeft. En niet alleen qua milieu en duurzaamheid, maar dat het ook gewoon praktisch is. Het is in gebruik, je hebt meer mogelijkheden mee. Nou, dat is wel... dat is wel ons idee, ja. Okay. Voor iedereen betaalbaar. Ja, nou, dat lijkt me een hele goede... Goede insteek, hè? Ja. Dat, waarom zou het zo duur moeten zijn? Want dan niet te ingewikkeld maken. Hè? Vandaag in de V70. Proefrit. Ja. Ja, het is wel leuk. Hoe rijdt het? Ja, leuk. Valt niet tegen. Absoluut. Want wat had je verwacht? Elke auto is anders, dat is moeilijk in de schatten. Dus ik ken wel het gevoel van elektrisch rijden. Ik heb in de Tesla eigenlijk alle auto's al gereden. Ja. Dus ik weet gewoon de verschillen tussen de een en de ander. Ja. Maar het basisprincipe blijft gelijk. Ja. En dat verneem je ook bij deze auto. Zie je die witte kever daar voor je? Ja. Want die zegt dat die ook elektrisch is. Dat dacht ik wel. Want het is voor de eerste keer dat ik gewoon een andere elektrische auto tegenkom. Ja. Uniek moment. Ja. Ja. Ook een speciale groep, een Rebel groep. Dat is je collega. Dat is Ivo. Ja, ik zie je. Geweldig. Dat kun je straks ook nog even bekijken.